wens ik iedereen een sportieve dag. Zijn we er klaar voor? Ja, op en uit de slaap een beetje. Zijn we er klaar voor? Nu wat jij medisch gekeurd? Ja, dat klopt. En hoe zwaar is dat? Nou, het valt best wel mee hoor. Waar wordt op gelet dan? Hartslag. En er wordt naar je ogen gekeken en verder vul je formuliertje en wordt gekeken of je iets mankeert. Je vergeet de bloeddruk. En de bloeddruk. En dus als de bloeddruk niet goed is of er is iets met je hart, dan mag ze niet sparten vanavond? Klopt, dat is afgekeurd, ja. Maar dat is toch een hele lastige opmerking dan? Ja, dat is het ook wel, want daar doe je dan heel erg je best voor. Maar gelukkig is iedereen erg gezond als ze hier komen. Trainen daar heel erg lang en hard voor. Dus dit is gewoon de proef. Aan het tapen zijn vuisten. Die vuist staat helemaal dicht getaped? Ja. Je kan je vingers nu straks niet meer bewegen. Ja, wel kan dat. Ja, het is voor mij de eerste keer dat ik bij een vechtsport ben, dus het is voor mij allemaal nieuw. Ja, wat we eigenlijk doen is gewoon dat die vuist wel sterker is en strakker in de handschoen zit dadelijk. En wat meer power erin kan. Is het hard? Is het gips? Is het verband? Wat is het? Het is gewoon echt tape. 29 wedstrijden heb ik gezien. Ja, klopt ja. Ja. Is dat veel voor een gala? Nou, tegenwoordig zie je wel gala's waar ze dan met jeugd beginnen en langzaam uitbreiden naar de volwassenen. En dan zie je toch vaak dat ze toch al 30, soms 40. Ik heb ze ook al van 50 gezien, maar voor mij is 30 echt wel de max qua partijen, zeg maar, omdat je te veel uitloop krijgt. Hoe gaat het met de vechtsport in Nederland, met de sport die jullie beoefenen? De vechtsport in zijn geheel, zeg maar. Ik merk wel dat steeds meer mensen de weg naar de sportschool weten te vinden, zeg maar. Dus in dat opzicht groeit de sport wel enorm. En dat kan ik ook zien aan het aantal galas wat georganiseerd wordt. Met name ook hier in het noorden. Dat wordt toch wel drukker, ja. Vroeger hing er altijd wat een sfeertje om een vechtsportgala van bling bling en criminaliteit. En dat is over, hè? Je hebt natuurlijk waar veel geld zit, trekt vaak ook al wat criminaliteit aan natuurlijk. Maar ja, qua dat zou je het nooit helemaal uit kunnen bannen. Maar je merkt wel dat er meer regels komen. Gezien het feit dat steeds meer promotors ook hun vochtverklaring moeten overleggen. Verklaring omtrent gedrag. Draaiboekje neer moeten leggen, bewaking moet geregeld worden. Dus er worden meer regels aangesteld, zeg maar, waardoor het toch moeilijker is voor criminele mensen, zeg maar, om iets te organiseren. Dus wat dat betreft zijn we op de goede weg, denk ik. Thank you.
snake heen, tappertje, Dennis. Ja. En dan gaat het mis hier net. Wat gebeurde daar nu allemaal? Ja, het is emotie wat meespeelt, merendeels. Maar het is ook spanning. Ja, en dan gebeurt er zoiets. En... Maar wat gebeurde er? De jongens komen in de clinch, waarin ze knieën, de een gooit de ander om en ze willen elkaar eigenlijk niet loslaten, wat wel moet. Nou ja, en dan gaat het mis. De een reageert daar natuurlijk op en de ander reageert daar natuurlijk weer op en dan blijven ze reageren en ja, dan loopt het helaas uit de hand. Want je mag elkaar vastpakken, wat mag er allemaal bij deze vechtsport? Stoten en trappen, knieën, het ligt er eigenlijk aan. Bij de jeugd mag er niet gestoten en getrapt worden naar het hoofd. Bij de nieuwelingen wel. En bij de C mag het ook. Vanaf de B-klasse mag je zelfs knieën naar het hoofd. En vanaf de A ook ellebogen. Maar is het dan ook echt doortrappen? Ja. Ja, hè? Ja. Of is dat een fabeltje? Niet doortrappen kan niet? Nee, je trapt zo hard als je kan. Als je dat niet doet, dan wordt het bij jou zelf gedaan. Dus ja. En dat zijn dan enige spelregels? Stoten, trappen, knieën, clinchen, ja. Zodra ze op de grond komen, dan, ja, dan stopt het. Moeten ze opstaan en dan pas gaan ze weer verder. En heb jij hier een briefje? Ja. En daar maak jij je aantekeningen op? Ja. En dat doen drie andere juryleden ook? Ja, klopt. En wat teken je aan dan? Ik kijk naar wie het meeste punten maakt, dat verschilt. Trappen en knieën, die tellen iets hoger qua punten. Of de een blokt of de ander niet. Het is eigenlijk een totaalpakket wat je meekijkt. Dat noteer je hier? Nou, hier doe ik de punten. Dus van de eerste ronde. Welke punten de rode hoek heeft gemaakt, welke punten de blauwe hoek. En dan van de tweede en van de derde. Bij de A-klasse gaat het natuurlijk door naar de vijf rondes. En aan het einde tel je dat bij elkaar op. En dan heb je ja, een winnaar. Hier bij opmerkingen of notities. Ze kunnen 8 tellen krijgen. Of als ze een verboden techniek maken, dan kunnen ze een openbare waarschuwing krijgen. Een punt aftrek. Ja, je kan hier van alles schrijven. Maar dan hadden we vanavond een... jullie zijn met z'n drieën als jury. Ja. En een wedstrijd onbeslist. Ja. Hoe kan dat dan? Nou, bijvoorbeeld als er 3 rondes zijn en de eerste ronde is voor rood, de tweede ronde is voor blauw en de derde ronde gaat gelijk op, dan blijf je het even aantal punten aan hebben. En ja, hun hebben dan hetzelfde gejureerd. Het kan ook zijn dat ik onbeslist heb en dat de een rood heb en de ander blauw, maar dan kom je alsnog op evenveel punten weer uit. We hebben heel veel geleerd vanavond. Ja, ja. Ik denk dat jullie wel nog meer zullen leren vanavond. Dankjewel. Leuk om te ontmoeten en even met je te praten. Nou ja, veel plezier. Ja, dankjewel. Maria. Ja, de partij van de avond hadden moeten worden, hebben die zoon? Ja, dat klopt, ja, inderdaad, ja. Wat gebeurt er dan? Ja, goed, in de heat van de strijd zie je dat ze op een gegeven moment door beginnen te vechten niet eens naar de bel, maar dat de scheidsrechter het breekwoord heeft gegeven. En ja, dan is de bedoeling dat de vechters allebei stoppen met vechten. En op het moment dat niet gebeurt, ja, dan moet de scheidsrechter een beslissing nemen. En op dat moment ziet hij gewoon dat de twee kemphanen moeilijk uit elkaar te krijgen zijn. En dat ze, ja, dan geeft hij degene die het eerst een klap nog nageeft, na het breekwoord, die wordt gedisqualificeerd. En dat is er op dit moment gebeurd. Maar dan is de hoofdscheidsrechter, je mag ook bepalen dat Dennis niet mee mag naar een NK. Dat is, gaat er geen andere jury over? De hoofdjury die heeft inderdaad op dat moment dit beslist. Maar goed, dat moeten we dan in de toekomst maar weer bekijken. Hoe dat maar dan moet je dat gewoon accepteren of zijn er nog andere mogelijkheden? Nou ja, ik heb het bandje even teruggekeken op het bandje. Maar ik heb even op de telefoon de partij teruggekeken net. En ja... Hij slaat wel na, hè? Hij slaat inderdaad na. Andere jongetjes slaat ook na. Wie slaat er op dat moment als eerste na? En volgens mij is dat wel mijn zoon geweest. Ik kan het heel moeilijk zien. Maar staat toevallig bij de jury die hoek. Ja. En volgens mij ook, hoor. Ja. Dus goed, dan is het gewoon een consequentie die hij moet ervaren. En,
En ik vind dat ook zo moet. Beter leergeld is er niet. Nou, zo is het uiteindelijk wel. En ik heb hem net ook in de kleedkamer erop aangesproken op zijn gedrag. Wij willen juist naar buiten toe laten zien dat het om respect gaat, discipline en dat soort dingen. Alleen goed, het kan altijd in het heetst van de strijd. Dus daar zal ik dan ook niet te lang op doorhameren. Maar goed, hij moet wel de consequentie hiervoor ervaren. Zit hij een vuur of redden? Nou, zo is maar krijg. Hey, wel een geslaagde avond? Ja, zeker weten. Het is gezellig druk, leuke partijen. Ik ben helemaal tevreden. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Tot volgend jaar misschien. Ja. Oké, Peter. Ja.